bedankt dat je wilde komen. U zei dat het goed was om met elkaar in gesprek te gaan. U blijft hier toch wel bij? Tuurlijk. Je hoeft niet bang voor me te zijn. Kom. Nou, allereerst wil ik zeggen dat wat er in CS is gebeurd, dat spijt me. Ik heb er niks mee te maken. Daar denk ik liever niet meer aan terug. Nee, dat snap ik. Nee, ja, ik ben hier allemaal nogal van geschrokken. Ik ook. Ik heb hier geen goed gevoel over. Wat als hij straks naar die Jet is? Dat heb ik wel uit zijn hoofd gepraat. Hij weet al dat het stomst is wat hij kan doen. Het spijt me als ik per ongeluk je grens over ben gegaan. Maar eerlijk gezegd, ik heb geen idee wat ik fout heb gedaan. Nee? Nee, sorry. Ik heb mezelf 100 keer afgevraagd en nog steeds. Ik weet dat ik je complimenten heb gegeven, dat je in shape bent en dat je naar de donderdagmiddagles komt. Ik weet dat ik je heb aangeraakt om je houding te corrigeren, tussen je schouderbladen en voor de rest. Ik heb geen idee wat ik fout heb gedaan. Ik zie hoe dit voor hem is. Hij heeft ruzie met Bing. Hij is zijn baan kwijt. Hij was net zo blij dat hij eindelijk weer kon beginnen. Hij heeft hier maandenlang naartoe geleefd. Ja, ik snap het. Ik vind het ook echt kloten voor hem. Kun jij niets doen? Dit duurt me gewoon allemaal veel te lang. Ik doe mijn best, maar het is echt heel lastig. Het is een klassiek geval van zijn woord tegen dat van haar. Pas als bewezen wordt dat Jet liegt, heb ik een zaak. Maar dat valt moeilijk te bewijzen, want ze is ervan overtuigd dat Rick zich heeft misdragen. En ondertussen denkt iedereen dat het waar is. Dat is toch super onrechtvaardig? Anders komt hij nooit meer van het stempel af. Ook al blijkt dat Rick onschuldig is, in de publieke opinie is hij al veroordeeld, ja. Op wat voor manier heb ik jou dan seksueel geïntimideerd? Dat wil ik graag weten, want dan kan ik er wat mee. Als je me niks vertelt, dan kan ik niks. Vind je het heel moeilijk? Dat begrijp ik. Maar misschien helpt het je om eerlijk tegen hem te zijn. En voor Rick is het ook goed om wat meer duidelijkheid te krijgen. Nou, de manier waarop je naar me keek en toen je hand op mijn rug legde en mijn schouders aanraakte, dat vond ik heel heftig. Hoe bedoel je? Mag ik een glaasje water? Ja, tuurlijk. Mag ik een glaasje water van jou? Sorry, ik vind die zwaar overdreven. Ik probeer het echt te begrijpen, maar heb jij vroeger misschien iets naars meegemaakt met een man of zo, dat je zo reageert? Probeer je dit nu bij mij te leggen? Maar ik snap gewoon niet waar je me van beschuldigt. Heb jij enig idee wat voor impact dit heeft op mijn leven? Ik ben mijn baan kwijt, ik word iedereen met de nek aangekeken. Dus daar gaat het je om. Ik dacht dat je je fout wilde toegeven. Je excuses wilde aanbieden. Maar het gaat je alleen maar om jezelf.